Dames en heren, jongens en meisjes, goeiedag. Welkom bij aflevering 180 van het Weekoverzicht, een productie van het kabinet van de vicepresident. In het Weekoverzicht van deze week. Jarige Stichting 1 voor 12 blikt dankbaar terug. Officiële erkenning, werkervaring zonder diploma, stap dichterbij. En Guyanese American University wil vleugels uitslaan naar Suriname. De Stichting 1 voor 12 heeft in aanwezigheid van waarnemend president Ronnie Brunswijk haar 19-jarig bestaan gevierd. Dit gebeurde op zaterdag 23 maart 2024 in het KOB-centrum. Voorzitter, tevens directeur Louis Vismalen blikte terug op 19 zware jaren om de mens in nood te helpen, maar is vooral dankbaar voor de steun vanuit de samenleving. Voorzitter, tevens directeur Louis Vismalen blikte terug op 19 zware jaren om de mens in nood te helpen, maar is vooral dankbaar voor de steun vanuit de samenleving. Meneer Vismalen, uw organisatie bestaat vandaag 19 jaar. Hoe blik je terug naar de afgelopen jaren? Ik blik heel goed terug, omdat als je terug gaat kijken, vallen en opstaan. Ik mag u vertellen, het was enorm zwaar. Ik ben trots op mezelf, ik ben trots op mijn team, dat wij vandaag 1 voor 12 mogen meemaken. Omdat elke organisatie dat tegenwoordig wordt opgericht in mijn brokken binnen een jaar, 2 jaar. Maar wij hebben het 19 jaar lang volgehouden. En 19 jaar lang zonder op Facebook van negativiteit. Hoe doen we eerlijk? Eerlijk en oprecht. Alles was op het 1 voor 12 aan het green. Dus mijn trots. Eindelijk op weg naar 20 jaar. Wat wil je vermoedelijk hebben in 20 jaar? 20 jaar in 12 willen we huizen zien op mijn perceel, op Zanderij, waar wij van de overheid 5 hectare hebben gekregen. Willen we de mensen goed helpen, die, vooral vrouwen die uit huis worden gezet, willen we huizen daar neerzetten om de mensen te helpen. Natuurlijk nog bij een beetje money, maar we willen mensen helpen. We gaan ook ter beschikking stellen voor daklozen, waar we ze gaan opvangen. Natuurlijk ga je niet iedereen kunnen opvangen, maar we lukken de wang zang kan veranderen in een maatschappij. Dat hoor je op de wang. Meneer Vismalen, de waarnemend president Ronnie Brunswijk is persoonlijk aanwezig geweest en heeft ook enkele toezeggingen gedaan. Wat zegt dit u? Het laat me goed voelen dat hij ons toegezegd heeft dat hij de kosten gaat betalen voor het ontbossen van ons grond. En dat met 4 boom. Dat is niet voor mij. Ik heb een stuk grond gehad van de overheid en ik ga het weer teruggeven aan de mensen. We gaan dingen doen voor de gemeenschap. Wat is uw grootste wens? Dat ik binnen een jaar huizen mag zien en mensen daar wonen. Waarnemend president Brunswijk, die 1 voor 12 vaker heeft ondersteund, heeft het 19-jarig bestaan ook niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De regeringsfunctionaris doneerde eerder een bedrag van 40.000 SRD, waarmee de organisatie goederen inkocht en die in de vorm van voedselpakketten aan sociale instellingen overhandigde. In het KOB-centrum speelde de waarnemend president verder in op de nood van de stichting door de kosten van 10 bussen waarmee personen naar KOB waren vervoerd op zich te nemen. Daarnaast zegde hij een bedrag van 50.000 SRD toe als bijdrage voor het laten ontbossen van een stuk grond waarop 1 voor 12 onderdak wil opzetten voor daklozen en personen die uit huis worden gezet. Meneer Vismalen is al 19 jaar bezig en ik ben hem komen poweren om door te gaan. En wij kunnen ook mensen oproepen om donatie te geven. Ik ga ook doneren. VP, er zijn meerdere stichtingen als 1 voor 12, maar 1 voor 12 die schieten misschien uit. Heeft u oproep misschien naar de samenleving, dat nog meer mensen het initiatief nemen om hulp te bieden zoals 1 voor 12? Dat heb ik al gedaan. Ik roep alle Surinamers op die kapitaalkrachtig is, mensen die bedrijven hebben, om ook, niet alleen 1 voor 12, maar alle sociaal zwakkere instanties die komen aankloppen, laten we hulp aanbieden aan deze organisatie. Tot slot, vicepresident, is er vergelijking gemaakt. U en Vismalen zijn broers, jullie doen haast hetzelfde werk. Hoe voelt het aan om mensen in nood te helpen? Nou, dat is goed werk. Wanneer je iemand helpt met je hart, mensen in nood, ik weet zeker dat je zeker gaat krijgen van de heer boven.
De Guyanese American University wil haar vleugels uitslaan naar Suriname. Een tweemans delegatie bestaande uit CEO Dr. Melissa Vaarswijk en International Advisor Dawn Simpson heeft op dinsdag 26 maart 2024 haar plannen kenbaar gemaakt aan vice-president Ronnie Brunswijk. De regeringsfunctionaris heeft zich op zijn kabinet ingenomen getoond met de voornemens. Okay, I am the owner of Georgetown Marquis University in Guyana, and we're in the process of seeing how we can branch off into community, neighboring communities in the region. And so the visit was basically to explore the opportunities of having established a university here also in Suriname. Hij zal in de komende periode nagaan welke mogelijkheden er zijn om in Suriname nog een universiteit te vestigen, dan wel samenwerkingen aan te gaan met lokale hogescholen. He was very pleased. He seemed like someone who was very for education and in developing the education sector here in Suriname. And so it was quite welcoming. He said he's going to explore those opportunities for us. But he will definitely would love to see another tertiary education institution set up here in Suriname, especially as it's around the field of healthcare, because that's something that he seemed to be very passionate about also, and also along the oil and gas, because I know that the oil and gas sector is now on the verge of taking off here in Suriname, just like it is in Guyana. And I understand the need for the skilled workforce that is required to help develop the sector. So in that case, I know he was very, very excited about that, because anywhere there is new energy resources being produced, you definitely need to have the workforce. Gator. Vele mensen in Suriname hebben heel veel kennis om op een bepaald gebied deskundig werk te doen. Echter ontbreekt er een officiële erkenning van deze kennis, omdat de bezitters niet een reguliere erkende opleiding succesvol hebben doorlopen. Binnenkort kan de erkenning van deze groep wel een feit zijn zonder opnieuw naar school te gaan. Het bedrijf Impact Suriname van Titimbo Erna Afiankoi is druk bezig het zogenoemde systeem Erkenning Verworven Competenties, EVC, te introduceren in Suriname. EVC, bij EVC zeggen we, je hoeft niet meer te leren wat je al weet. We toetsen het, we valideren het en we certificeren het. Zij heeft op woensdag 27 maart 2024 het idee voor de invoering van EVC in Suriname voorgehouden aan vice-president Ronnie Brunswijk op dienstkabinet. We weten dus wat de rol is van de VP binnen het Surinaamse bestel. In elk geval met de minister van Onderwijs, met de andere actoren die te maken hebben met het onderwijssysteem in Suriname. Erover praten omdat we nog geen beleid hebben. We zijn ons bezig voor te bereiden om een EVC-conferentie te hebben, zodat we organisaties ervan bewust kunnen maken. Tweede is niet alleen het bespreken met de verantwoordelijke ministeries, maar aan de andere kant kijken hoe kunnen we binnen de reorganisatie die ook plaatsvindt binnen de overheid in Suriname, hoe kunnen we EVC beter gaan gebruiken en mensen op die manier herpositioneren. Ik denk dat Suriname heel veel aan heeft om EVC te omarmen. We zijn ook bezig, we hebben binnenkort ook een presentatie voor de president, maar ook binnen het bedrijfsleven zijn we dus bezig. En het bedrijfsleven, voor hun werkt het vooral de technische bedrijven, waar mannen automontage doen, elektro, al dat soort beroepen waar ze zoiets hebben van amaman doe asani, maar we hebben die overtuiging. De VP juicht het idee toe en ziet hierin nieuwe kansen voor vele Surinamers met heel veel kennis op hun vakgebied zonder dat ze een officieel diploma hebben. Dat was het voor het weekoverzicht, aflevering 180, een productie van het kabinet van de vicepresident. Namens het directoraat Volkscommunicatie wensen wij u gezegende en bezinningsvolle paasdagen toe. Tot volgende week.